Wil jij later echt iets voor mensen betekenen? En heb je interesse in zorg, gezondheid en bewegen? Dan is een paramedische opleiding waarschijnlijk iets voor jou. Bij de Hogeschool van Amsterdam leiden we op tot 3 verschillende paramedische beroepen. Ergotherapeut, fysiotherapeut en oefentherapeut. Maar wat houden deze beroepen eigenlijk in? Als ergotherapeut ben je expert in het coachen, begeleiden en adviseren bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Je ondersteunt mensen die door een fysieke, sociale of psychische beperking niet mee kunnen komen op het werk, op school of hulp nodig hebben bij koken of bijvoorbeeld bij het gebruik van het OV. Een ergotherapeut kijkt vooral naar wat iemand nog wel kan en bedenkt oplossingen zodat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen doen wat zij belangrijk vinden. Een fysiotherapeut is specialist op het gebied van menselijk bewegen. Je gebruikt kennis en vaardigheden op het gebied van gezondheid en het menselijk lichaam om mensen te helpen bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van klachten die bewegen moeilijk maken. Je bent fysiek met mensen bezig en helpt keuzes maken die gezond bewegen bevorderen. Als oefentherapeut behandel je mensen die te maken hebben met terugkerende blessures en bewegingsklachten. Samen ga je onderzoeken waarom de klachten terug blijven komen. Beweegt iemand verkeerd of ligt het misschien aan iemands leefstijl? Je leert mensen hun gedrag zo aan te passen dat ze weer op een gezonde manier bewegen en hun klachten in de toekomst zelf kunnen voorkomen. Heb je een brede interesse in gezondheid en het beweeggedrag van mensen? Wil je direct aan de slag met echte vraagstukken uit de praktijk en de ruimte hebben om deels je eigen onderwijs vorm te geven? Bekijk dan ergotherapie leerroute IPZ, fysiotherapie leerroute IPZ en oefentherapie leerroute IPZ. Je kiest voor de leerroute interprofessionele paramedische zorg en je kunt daardoor 2 jaar lang oriënteren op 3 beroepen voor je je keuze maakt. Binnen de faculteit gezondheid kun je op verschillende manieren ergotherapeut of fysiotherapeut worden. Wil je ergotherapeut worden? Dan kun je de opleiding tot ergotherapeut volgen of ergotherapie, leerroute IPZ. Wil je fysiotherapeut worden? Dan kun je de opleiding tot fysiotherapeut volgen of fysiotherapie, leerroute IPZ. Wil je oefentherapeut worden? Dan volg je oefentherapie, leerroute IPZ. Veel succes met je keuze!